vond dit in de opslag. Wil je een kijkje nemen? Het is voor jou. Bloed? Niemand zal mij in de weg staan. Zoek de dromen. Tot ziens. Ah, daar is mijn schat. Wacht, wat is er? Wat gebeurt er? Doc, wat is hier aan de hand? Waar gaat hij heen? Oh, stil. Vergat iets. Ik heb een liter B-positief nodig. En hier is de sleutel tot het hart van een vampier. Ik denk dat dat alles is. Ik hoop alleen dat ik de sleutel niet ben vergeten. Waar ga je heen? Ik kom naar je toe. Om de sleutel te krijgen, moet ik misschien een betere dokter worden. Ik denk dat ik het aan kan. Zelfs dit uniform kan er stijlvoller uitzien. Hoe lang nog? Ja hoor, waar is mijn sleutel? Dokter, help ons alstublieft. Raak me niet aan. We hebben de hele dag gewacht. Alstublieft, let op mijn hand. Stilte, genoeg. Laten we naar mijn kamer gaan. Wiens idee was dit? Dokter, ik... Yada, yada, yada. Ziet er smakelijk uit. Gelukkige ik. Hoe zit het met mij? Ik ben hier sinds de ochtend. Als dit zo doorgaat, heb ik zelf een dokter nodig. Rustig daar. Hallo, dokter. Dat niet, het instrument. Mijn excuses. Au, dat is heet. Neem het. Het maken van de eerste incisie. Dat brandt. Is dat zilver? Ik kan het niet nemen. Wat? Wat een precisie. Hoe heb je dat gedaan? Sorry daarvoor. Zo goed als nieuw. Ben je gek geworden? Wat over de antiseptisch? Genoeg. Overhandig het bloed. Oh, sommige zou ik niet erg vinden. Au. Ik zal het zelf doen. Het sluiten van de incisie. Oh, dat is een vaardigheid die je hebt. Goed werk. Ugh, ik voel me zo zwak. Wat is er met je aan de hand? Je ogen zien er vreemd uit. Krijg je niet genoeg slaap? Stop het. Zo gevoelig. Hoe is het met je bloeddruk? Hoe vreemd? Slechts 2 klopjes. En de mijne? Oh nee, ik zal controleren of hij ademt. Ga bij me weg. Hij praat, dus hij ademt. Hoe is dit mogelijk? Hij verschijnt niet in de spiegel. Hij heeft zeker hulp nodig. Volg mij. Deze methode heeft mij nog nooit in de steek gelaten. Je bent zeer ziek, vriend. Ik moet je temperatuur controleren. Hoe sta je eigenlijk? Laten we je keel controleren. Doe wijd open. Stop met bewegen. Zeg gewoon, ah. Oké, nu heb je me te ver geduwd. Ah, je kunt dit beter aan niemand vertellen. Ik wist het. Ik ben de grootste vampierfan ooit. Oh, mijn heer. Verander mij in een vampier. Bijt me gewoon. Alsjeblieft. Ik bijt je niet. Nog een wannabe. Ik denk dat het tijd is voor een pauze. Wat een vermoeiende dag. Zo ongemakkelijk. Waar is mijn kist? Wacht even. Misschien is het hier comfortabeler. Het klopt nog steeds niet. Waarom zijn hier geen doodskisten? Hoewel ik weet dat deze kast het zal doen. Maak je geen zorgen. Hou gewoon diep adem. Het werkt niet. Drink dan wat water. Dat zou moeten helpen. Kom op. We hebben een andere manier nodig. Mevrouw, trek uw jas uit. Ik haal wat medicijnen. Oké. Wat? Opnieuw? Maak mij niet wakker. Oh, mijn hik is weg. Dank je, dokter. Wat deed u daar? Waarom kan het jou schelen? Waarom lach je? Hoe gaat het? Je hebt geluk dat je hier bent. Rust even uit. Roep als je iets nodig hebt. Nou, nou, nou. Ik heb hierop gewacht. Ga je delen? Bah. Ik heb liever vers. Was dat het? Ik heb het helemaal leeggemaakt. Niet goed. Wat moeten we doen? Eureka! Dit zou moeten werken. Voelt u zich beter? Eens kijken. Deze man is gebeten door een vampier. Hij krijgt een infuus. We moeten alleen de bijteffecten tegengaan. Ik heb knoflookwater nodig. Ik hoop dat dit bloed verser is. Laten we proberen. Het is verschrikkelijk. Water, snel. Wauw. Ik denk dat hij in orde is. Wat is er mis met dit ziekenhuis? Oh, wie is deze slaapkop? Tijd voor een hapje.
Bedankt, dokter. Woehoe! En bedankt. Je hebt mij echt geholpen. Dit is ongelofelijk. Je zou vereerd moeten zijn. Kan ik een foto krijgen? Waarom niet? Zeg cheese. Daar zie ik er best goed uit. Bedankt iedereen. Oh, mijn buik. Ik denk dat een appel moet helpen om alles te verteren. Hé, kijk, ik ben ook een vampier. Kan ik een handtekening krijgen? Zeker. Echt waar? Ik heb hier zo lang op gewacht. Bijt me. Droom verder. Au! Klaar. Geniet van onsterfelijkheid. Nu ben ik een vleermuis. Ik heb altijd al willen vliegen. Wauw, ik denk dat een val ook als vliegen telt. Zo smakeloos. Oh ja, ik weet dat er ontbreekt. Jammer dat er zo weinig over is. Maar het is beter dan niets. Daar, veel beter. Ga achteruit. Natuurlijk, drink dit vieze drankje zelf. Een sleutel. Hij zal van mij zijn. Ik heb gewoon... Nee, dat niet. Perfect. Ze zal mijn charme niet kunnen weerstaan. Misschien meer? Ik wil niet dat dit een puinhoop wordt. Klaar. Meng het door elkaar. Hoe heb ik het gedaan? Te veel. Niet dit. Mijn tanden zijn gevoelloos. Auw. Wat een vreemde patiënt heb ik. Wat is er? Waar komt dit vandaan? Schat, dit is voor jou. Wie is daar? Kom naar buiten. Auw, mijn ogen. En iemand wil jouw bloed kopen, precies zoals je vroeg. Ik hoop dat het vers is. Vers geperst. Oh ja, ik begin dit leuk te vinden. Nog een paar aanbiedingen en ik koop een kist met airconditioning. Er is al een koper voor je. Hij is vertrokken. Laten we het geld pakken en wegrennen. Het is een jackpot. We hebben zoveel geluk. We kopen 2 gameconsoles. We kopen 2 gameconsoles. Hey, wie ben jij? Heb je een afspraak? Rennen! Niet zo snel. Blijf je niet lunchen. Ik heb je eerder gezien. Juist, je staat op mijn donorlijst. Eindelijk, pizza donut. Hoi, freeze. Oef, dat was dichtbij. Denk, denk. Onmiddellijk open doen. Dit zal je tegenhouden. Je bent mijn pizza schuldig. Wij zorgen voor u. Maakt u zich geen zorgen. Eén moment. Hey, slaap je? Geweldig. Houd het even vast. Ik moet hier weg. Kom hier terug. Ik denk dat ik op een heet spoor zit. En ze zeggen dat geld niet stinkt. Ik voel me dichtbij. Oké, laten we gaan, mevrouw Stella. Nu heb ik je aan de haak. Waar heb je je verstopt? We zijn klaar om te gaan. Niet bewegen. Bent u dat, dokter? Oh, bent u hier voor uw vaccinatie? Ik kan de derde niet nemen. Laat me eruit. Alsjeblieft. Heb je dat gezien? Dat is hilarisch. Ik denk dat het goed met me gaat. Orde is de sleutel tot een goede gezondheid. Het is tijd om je kroon af te zetten. Nu is hij de beste dokter ooit. Ik kan het applaus niet horen, Mary. Jij schurk. Ik ben het niet. Jij freak. Ik laat niemand mijn rechtmatige plaats innemen. Adem, Maria. Oh, jullie hebben geweldige dokters. Wat? Niet zo goed als ik. Wat is daar aan de hand? Oh, hey partner. Nou, hallo. Laat me bij je aansluiten. Jij stiekem een verrader. Dat is niet mijn naam, maar oké, mevrouw. Laten we uw reflexen testen. Ik snap het niet. Het zal niet buigen. Het moet een defecte hamer zijn. Nunchakus falen nooit. Dat is niet nodig, dokter. En dit is de beste dokter? Hoe vreselijk. Hey, geef het terug. Oh, oké. Laten we dit proberen. Ben je er klaar voor? Ja, op 3. 3. Wauw, wat een reflex. Oei, dat is niet grappig. Het is een bom. Jouw sneaker. Dank je. Je bent de beste dokter. Ik heb het gevoel dat ik naast de deur sta. Ruikt naar bank, toch?
en de prijs van het water is gestegen. Ja, daar dumpen ze alles. Niet hij. Ik snap het niet. Het was vol. Vangen. Wat is dit? Dat heb ik altijd al willen doen. Voorzichtig. Geen gedoe. Neem dat. Luitenant, wie is daar? Wat een spijtige detective. Nou, ik kan nu niet met hem omgaan. Ik denk dat mijn geld hier zit. Waar is het? Oh ja, ik wist het. Ik moet terug naar papa. Ga weg. Wat een hit. En hier komt het toetje. Ha, bananenmuffin. Wat? Je zult zien. Het blijkt dat speelgoed onder de deken levens kan redden. Dat is een voorgerecht voor jou. Vaarwel, vampier. Hoe bevalt je nieuwe appartement? Maakt de vampier zich meer zorgen dat zijn haar door de herfst in de war raakt? En dit moet de heer des huizes zijn. Niet zo knap als Fan. Pikachu is ook lid van de Night Munchers Club. Een vampier? Ah! Is dat een aardbeving? Hey, kun je me horen? Au! Hallo, knappert. Wat nou weer? Kom naar buiten, we moeten praten. Oh, Fam, zo schattig. Laten we daten. Echt niet. Pikachu, we hebben gezelschap. Kun je je voorstellen? Ze wilden me opeten. Die bleke engert daar. Heb je iets lekkers voor ons meegebracht? Bedankt. Eet het. Begrepen? Ga uit de weg. Ben je oké? Je bent een engert. Vaarwel. Arme meid, haar hart was gestolen, maar niet haar detective talent. De zoektocht naar haar geliefde heeft Pikachu naar een verlaten fabriek geleid. Het is tijd om na te denken over de rijkdom van je geliefde. Pikachu, wees voorzichtig. Er wordt op je gejaagd. De prooi is sneller dan het roofdier. Pikachu laat geen ketchup verloren gaan. Zelfs niet in een kapotte fles. Hallo, heb je een servet? Wat? Is hij ook een bloedzuiger? Ik snap het. Aangenaam. Pikachu? Ik moet je aan iedereen voorstellen. Vampie, ik heb je gevonden. Ik ben graag Vampie voor jou. Je verbeeldt je dingen. Ik zie dat u ermee instemt om man en vrouw te worden. U kunt kussen. Pikachu, hoe zit het met het leven voor jezelf? Zo lief. Is er iemand die tegen het huwelijk is? Wat? Het was een grap. U bent niet evenaar, mijn meester. Vampiers kunnen alleen met vampiers trouwen. Jij, elektrische eekhoorn. Zeg maar dag tegen je kaart. Wat een eikel. Pikachu vertrouwde je. Pokeball, haast je. Nu zul je 2 keer nadenken voordat je hier verschijnt. Kunnen we al eten? Dat zal ik koken. Vampier Lily is de enige die om Pikachu geeft. Ze is bereid een risico te nemen om de Pokémon te helpen. Hij liet me achter bij het altaar. Het onderwerp van de les van vandaag is dat vampiers geen Pokémon zijn. Probeer je me voorgoed te ruïneren? Dat is alles wat ik nodig heb. Niet huilen. En luister. Je moet veranderen om het te laten werken. En jullie kunnen samen zijn. Je bent klaar om te transformeren. Absoluut. Moet ik een vampier worden? Je wordt een vampierkoningin. Een beetje griezelig. In het echt ziet het er beter uit. Het is allemaal voor jou. Oh, bedankt. Waarom? Meer? Laten we beginnen met de wenkbrauwen. Laten we je plukken, Kip. Ik geef niet op. Dat is goed te zien. Niet doen. Dat doet pijn. Stop ermee, nu. Oeps, ben je oké? Hey, wat is er met mijn wenkbrauwen gebeurd? Ik ben geen eekhoorn, ik ben een tijger. Dat is gaaf. Bedankt. En jij? Vampiers reflecteren niet in de spiegel. Het was een ongeluk.
strijd alsjeblieft niet. Mama zal zeer trots op me zijn. Glimlach, net een beetje meer. Vampirella, wat heb je gedaan? Wacht, ik ben nog niet klaar. Ik repareer het. Dat niet, dat is ook niet erg. Ik doe het zelf, oké? Dus je bent geen eekhoorn, je bent een bever. Ik ben klaar, kijk. Wauw, de groeten zitten vast. Jeez. Oké, dat heb ik niet nodig. Kijk, je bent al bijna een tweeling. Ik denk dat we je look compleet kunnen maken. Ik ben overal op voorbereid. Dan kunnen we een kortere weg nemen. Als je bijt, doe ik je muilkorf om. Oké, we vinden wel een andere manier. Dat is beter. Ik weet wat we hierna gaan doen. Aankleedtijd. Kijk, ik ben een vampierdash. Is dat beter? Nou ja, 5 van de 10. Oké. Kijk, dat is een angel. Kijk naar de hoektanden op mijn handen. Dat is nog erger. Je bent niet leuk. Oké, laatste. Miauw! Oh, het is nog steeds geen vampier. Ze bijten? Nou, dan weet ik het niet. Ik wist het. Pas het eens en maak je cosplay af. Wauw, hoe cool! Dankjewel, Vampirella. Bedankt. Wat ga je doen? Nu je me vertrouwt, is het tijd om de transformatie te voltooien. Ik voel het nu. Oh ja, dat is een heerlijk gevoel. Het is tijd om te snacken. Oh oh. Vampirella, wie is dat bij je? Ik bracht het nieuwe meisje. Alweer? Kom binnen. Waar ben je geweest? Heb je de Pokémon gevonden? En wie is dit? Hallo. Hallo mevrouw. Ze zal van mij zijn. Meneer, hoe zit het met Pikachu? Ga weg. Zie je niet dat we in gesprek zijn? Dat is heel lief, maar... Dat is zij, meneer. Vergeet die stomme elektrische eekhoorn. Ze zat waarschijnlijk op de stoel en hij werd elektrisch. En die oren, daar schiet het ook uit. Ook die naïeve ogen. Ook die ketchup. Ik denk dat ze gaat snauwen. Hahaha, je bent zo grappig. Oh nee, ik denk dat zij het is. Dat is omdat je me dom noemt. Voor de oren en voor de ketchup. Wat een enge plek. Ik vind het niet leuk. Hé, hey, is daar iemand? Hallo? Ging het vanzelf open? Wie is daar? Verbeeld ik het me? Hé, hey, kiddo, hallo. Hoi, ben zo blij je te zien. Niet voor lang. Welkom in mijn domein. Pichu, wat is er mis met je? Boe, kom op. Alsjeblieft niet doen. Oh, mami. Maak je geen zorgen, ik sta naast je. Ik vraag me af wat voor saus er goed bij je zou passen. Ik denk dat ze afgeleid is. Dat is beter. Cola. Dat is goed. Oh, zo'n comfortabele bank. Leuk. Stop met op me te springen. Wat was dat? Het is tijd om te vluchten. Ik verstop me hier. Kiddies, jullie zijn vroeg op. Ik kan me niet verstoppen. Hoe kan ik ontsnappen? Wie is die knappe jongen? Hij is gewoon prachtig. Ja, ik denk dat ik overdreef. Hé, hey, waar is ze heen? Ik heb haar vastgebonden. Wat? Zet Vlad terug, nu. Oh, je bevuilt je huis met mijn harten. Je bent zo grappig. Zeg eens, kunnen we ooit samenkomen? Ik zal alles doen. Jij en Vlad? Nee, geen kans. Hé, hey, laat los. Hij is van mij. Het is je vriendje, toch? Vlad, hij is te oud voor mij. Laat me hem vasthouden. Vergeet hem, hij is het niet waard. Een oude eenling en een typische narcist. Hé, hey Charm, wat is er met jou? Mag ik het proberen? Waarom? Ik wil ook vampier zijn. Kun je me helpen? Denk dat ik geen keuze heb. Nou, en? Lieverd, de outfit is het laatste. Kom aan tafel. Wauw, deze plek is leuk. Ja, dat zou ik niet zeggen. Oké, hier ga je. Dit ga je nodig hebben. Cool, bedankt.
Oké, ik denk dat ik het gevonden heb. Het is voor jou. Oké, Charmy, doe je ogen dicht. Oh, rustig aan met vuur. Wauw, zo heb ik mezelf nog nooit gezien. Prachtig. Nou, het is een stretch tot nu toe. Oh, mijn vervangende ogen. Oh, dat is een zure. Hey, Charmy, ik denk dat jij ook al moet proberen. Help jezelf. Wees niet bang. Ik heb dit al 1000 keer gedaan. Nu de tweede. Nam. Het is me gelukt. Ja, nu kiezen we dezelfde kleur voor de lippen. Waar is de lippenstift gebleven? Hebben de kinderen het weer opgegeten? Wauw, ik zou ook al een hapje lusten. Wat mooi. Nog lekker ook. Pokeball? Zit daar iemand in? Denk dat ik hem heb gevonden. Charmy? Het is zo lekker. Oh, rood staat me goed. Je ziet er echt goed uit. Heb je me wakker gemaakt? Waarom heb je dat gegooid? Oh, mag ik het hebben? Help jezelf. Oké, ik vergeef je voor de cupcakes. Wat dacht je van wat ogen? Geef ze hier. Goed, tot ziens. Ik kan hem niet uitstaan. Jee, ik ben een vampier. Nog niet, maar ik weet hoe ik het moet oplossen. Aha, nog steeds hier. Een beetje hier en nu is het klaar. Ben ik dat echt? Hebben Pokémon geen goede stylisten? Dit wordt een hoop werk. Wie moeten we deze keer kiezen? Sirenehoofd, ik heb je nooit gemogen. Je bent tenminste nuttig. Ik denk dat het genoeg is om mee te beginnen. Maak je geen zorgen, het komt wel goed. Ik zal sporen invlechten, zodat ze overeenkomen met de kleur van je make-up. Oh, waarom zijn ze zo onhandelbaar? Wauw, je bent een wonderdoener. Dank je. Moet ik dit altijd dragen? Oh, mijn favoriet. Probeer het. Ik vind het zo leuk. Je kan het beter uittrekken. We vinden wel iets leukers. Kijk, ik ben een zwarte zwaan. Ik heb altijd van ballet gedroomd. Het is saai. Laten we verder gaan. Wat is er deze keer mis? Ik heb die jurk toch gepast. Zie ik eruit als een vampier? Wie is daar? Je ziet er goed uit, vriend. Veel beter. Draai je om. Oké, hier moeten we vanaf. Laten we Charmy's veren schoonmaken. Mijn vleugels? Wat heb je gedaan? Nog één te gaan. Nu ben je perfect. Als jij het zegt. Herkennen jullie je favo-Pokémon? Kijk hoe lief ons verandert. Fluit, dit is het feest van de eeuw. Buddy, je bent jezelf niet. Nou, hier zijn we dan. En daar is Fluit zelf. Hey, Fluit, kijk eens naar die meiden. Ik heb haar nog nooit gezien. Het is helemaal verliefd op mij. Fluit, dat is een teken. Ga ervoor. Uit de weg, Ellie. Zullen we gaan dansen? Heel graag. Ik ben Charmy. Wat denk je dat je aan het doen bent? Hey, kan ik je stelen voor een dansje? Tuurlijk. Je danst zo mooi. Waar ben je eerder geweest? Ik denk dat ik verliefd ben. Eten! Hier is je bestelling. Geniet. Wauw, om je vingers bij af te likken. Ik heb ze voor rock'n'roll. Vampy is goed op dreef. Ik ben een veganist. Oh, meer voor mij. Lekker. Moet je dat zien? Laat me zien wie er mensenvlees verkoopt. Is zij het? Niet zo snel. We hebben overal een vergunning voor. En ik heb een arrestatiebevel. Ik ga het gebruiken. Inspecteur Miauw is hier. Ik bewaak de restaurants. Laat mij dit misverstand afhandelen. Vingers, je bent in quarantaine. Vampier, laatste waarschuwing. En dit is voor jou. Hoe wist je dat ik van donuts hou? We zijn nog niet eens bij de keuken. Eerste bar. Hallo? Is het een tafelkleed of is het een laag stof?
Kom op, hoe kon je dit laten gebeuren? Jij noemt dit een keuken? De snijplanken en werkruimte. Je zou op zijn minst de borden kunnen afwassen. Heb je ooit een schort gewisseld? Die had ik al sinds school. Afschuwelijk. Wat doet zij hier? Voldoet ze aan de hoge eisen? De inspecteur keurt alles af. Dit is mijn restaurant. Eeuw, je hebt je niet eens afgedekt. Veeg jezelf maar af. Oh, dit wordt leuk. Wat is er? Ik wijs de weg. Laten we kijken. Dit gesprek is niet voor iedereen. Blijf hier. Jij volgt mij. We zullen je eerst bedienen. Charmy, alsjeblieft. Het serveren heeft werk nodig. Ja, laten we met de eerste beginnen. Uitstekende keus. Schiet op, Charmy. Alles moet perfect zijn. Schiet op, Snorlax. Ik ben aan het lunchen. Wow! Wauw, wat is dat? Hij heeft het nauwelijks gehaald. Auw, ik heb het al. Wat denk je dat je aan het doen bent? Oh, geef mij niet de schuld. Ik gleed gewoon uit over een rat. Je krijgt een negatieve beoordeling. Auw! Echt niet. Waag het niet om het hier op te plakken. Wat dacht je van knoflook? Haal het bij me weg. Oh, ik ben in mijn kantoor. Dat is beter. Waarom probeer je ons nieuwste niet? Het is heerlijk en niet van de vloer. Bedankt, ik heb genoeg gehad. Gewoon een hapje. Oké, je hebt me te pakken. Ik zal het proberen. Het is niet slecht. Heerlijke smaak, geef me alles. Oké, roep de chef. Alles voor jou. Kom op. En hier komt de belangrijkste delicatesse. Waarom ben ik hier? Dit toetje is prijswaardig. Goed gedaan. Ik wist dat het normaal was, niet zoals de rest. Hoe stop je? Misschien een mes en een tomaat? Zullen we het menu doornemen? Wat hebben we hier? Ik wil dit. Geen probleem. Dan ben ik in de keuken. Ik kan me niet voorstellen waarom hij dat zou doen. Je gaat het heerlijk vinden. Snorlax vindt het leuk om te koken. Is alles oké? Heb je hulp nodig? Relax, dat gebeurt altijd. Het is niks, je bent eraan. Wow, ik ben hier met je eten. Eet smakelijk. Eet op, ik heb nog een bord nodig. Oh, zijn dat hersens? Wacht, zijn ze karamel? Ja, je mag het proberen. Sorry. Dat is vreselijk. Je hebt iemand in de keuken. Wat bedoel je? Mijn hoofd splijt open. Lijkt wel alsof de wind van binnen waait. Auw, probeer me te beledigen. Charmy is natuurlijk. Heb je me geroepen? Wat is er met Ponyland? Doe het weg. Oh, ja, oké. Ik zal het oude glas laten staan. Zo is het goed. We houden je in de gaten. Melk? Melk als volgende? Ik hoop dat het zuur is. Strawberries zijn de volgende. In de blender. Niet de ogen. Smerig, stop. Probeer de wormen. Inspecteur zal niet blij zijn. Nou, daar gaan we. Dat klopt. Je kan de klanten niet laten wachten. Laten we cocktails inschenken. Waag het niet, Snorlax. Je verpest alles. Oh, dat maakt het lekkerder. Niet lekkerder dan dit. Oké, baas, je weet wel beter. Een topping. Echt griezelig. Kom op, kom op. Breng het naar de hal. Ben ik geen genie? Hoe lang nog? Ze is terug. Ik moest het van de baas doen. Dat klinkt als haar. Hier is je cocktail. Je hebt niet eens geproefd. Oh, miauw. Ik heb het. Uw cocktail. Oh, ik dacht dat dit een nare droom was. Wat, ben je nog steeds niet weg? En dit moet worden uitgegoten. Nee, vervelende kat, geef het aan mij. Stop, dat doe ik niet. Het is tijd om in te grijpen. Geef hem een cocktail. Jee, dit is precies wat ik wilde. Oh. Wat ondankbaar. Zo lekker. Ik zal je aan al mijn vrienden aanraden. Het is een meesterwerk. Selfie. Kijk, abonnees vonden cocktails lekker. Wat zoveel. We kunnen ze allemaal niet kwijt. We willen er ook één. Ik neem er twee. Snel, Charm, neem de bestelling op. Hoeveel? Er is niet zo'n drukte geweest bij Vampy sinds de opening.
Zie je wel, ik zei toch dat het beter was. Het heeft gewerkt. Ik bied een wapenstilstand. Wauw, nou dan heb ik een cadeau voor je. Je verdient een miauwselend ster van mij. Ik hang hem aan een prominente plek op. We hebben een geweldig gedaan.